as Titanic's bow plummeted towards the seabed, her stern rose up ever higher, almost perpendicular, some of the passengers remarked. And terrible decisions and choices had to be made. It was a choice to remain with the vessel or to jump into the sea. De Titanic, toen het grootste schip ter wereld, 269 meter lang, met aan boord zo'n 2200 zielen, waarvan er rond de 1500 in het ijswater verdwenen. 2/3. Inmiddels weten we dat er 3 Nederlanders aan boord waren. En een volle eeuw later willen we hun spoor terug proberen te vinden. Er zijn een aantal dingen die de Titanic zo bijzonder maakten. Een van de dingen was het feit dat het op dat ogenblik het grootste schip ter wereld was. 269 meter lang, 56 meter hoog, van de kiel tot de top van de schoorsteen. 10 dekken, 10 verdiepingen van een flatgebouw, zou je vandaag zeggen. Bijna 28 meter breed. Het was een schip dat luxe bood, ongeziene luxe. En niet in de eerste plaats voor de mensen die daar het meeste geld voor konden geven, namelijk de eerste klasse passagiers, maar voor die mensen in derde klasse. Je moet je voorstellen dat de overtocht naar Amerika, dat voor heel veel landverhuizers, voor mensen die met het goedkoopste ticket gingen, dat niet in optimale omstandigheden ging. Het eten was niet goed, het logies was niet goed. Het was op velerlei vlak niet oké. De White Star Line zei, wij gaan dat beter doen. En men heeft dat beter gedaan en mensen getuigen daar ook van. Derde klasse passagiers sliepen, daar verbazen ze zich over. Tussen lakens thuis hadden ze wat, een stroozak of zoiets. Er zijn foto's bekend van de eetzaal van de derde klasse passagiers. En wat zie je daar? Daar liggen verse tafellakens op die tafel. Dat hadden ze nog nooit gezien. Het klinkt misschien verwonderlijk, maar er waren op die Titanic slechts 3 Nederlanders. Je had in Nederland de tot vandaag zeer beroemde Holland-Amerika-lijn. En die zat net als de White Star Line onder de International Mercantile and Marine Company, een investeringsmaatschappij van een Amerikaan, Pierpont Morgan. Dus eigenlijk waren dat min of meer zusterbedrijven. En het ligt min of meer voor de hand dat je elkaar dan in Nederland niet de kaas van tussen de boterham gaat halen. Dat je elkaar geen onnodige concurrentie gaat aandoen. Want iemand die niet meegaat met de White Star Line gaat dan wel mee met de Holland-Amerika-lijn. Er is geen bewijs voor, maar mijn vermoeden en het vermoeden van historici is groot dat er een soort gentleman's agreement bestond tussen die twee rederijen. Van kijk, weet je wat, jullie vanuit Groot-Brittannië en wij vanuit Nederland. Er waren 2 Nederlanders aan boord van dat schip om er te werken. En er was 1 iemand uitgenodigd, een gast. Lieve Henry, vind je dit geen mooie boot met 4 schoorstenen? Dit is het grootste schip van de wereld. De kamers op dit schip zijn wel 3 maal zo groot als de salon bij ons thuis. Dag, lieve Henry, een zoen van je vader. Voor jou en voor Maarten. Wie heeft deze briefkaart geschreven? Dat is George Rucklin, mijn grootvader, die op de Titanic aan boord was. En wie is Henry? Henry is zijn oudste zoon en mijn vader. En Maarten was de jongste zoon en net uit de luiers. Mijn overgrootvader was een van de 3 oprichters van de Holland-Amerika-lijn. Op jonge leeftijd is mijn grootvader George bij de rederij gekomen en na korte tijd mede in de directie opgenomen. Wat was de reden dat uitgerekend uw grootvader meeging op de maiden trip van de Titanic? Dat is een, zoals we het nu zien, een ongelukkig toeval. Niet hij was uitgenodigd aanvankelijk, maar de oudere directeur Wiertsma
En die moest afzeggen vanwege familieomstandigheden. En omdat hij niet mee kon, is besloten dat mijn grootvader in zijn plaats deze medentrip zou mogen meemaken. Er waren aan boord van de Titanic dingen die men nooit voor mogelijk had gehouden. Je vindt aan boord van dat schip een zwembad. Een zwembad op een schip, waar halen ze het? Ja, het was er wel. Een sauna, een Turks bad, een fitnessruimte. Er waren salons, een bibliotheek. Er waren orkestjes die muziek maakten. Dus dat sprak tot de verbeelding. Dit is de koffer van Henny Bolhuis, de broer van mijn opa. Hij was op de Titanic en heeft deze koffer in Southampton laten staan om hem, als hij terugkwam van zijn reis, op te gaan halen. Maar zoals jullie weten is het met de Titanic mijn oom niet teruggekomen, maar kwam alleen de koffer bij mijn opa thuis terecht. Hij was van beroep kok. En de koffer bevat onder andere zijn, wat als kok natuurlijk het belangrijkste is, dat is zijn kookboek. Dat heeft de familie dus ook bewaard. En verder had hij een wandelstok nog in de koffer. Daar moet je waarschijnlijk wel meer van hebben gehad, want op de foto was het een andere wandelstok. En een ring, dat is ook heel persoonlijk. En voor de rest zijn het foto's, aanzichtkaarten. Kaarten die door vriendinnen van hem gestuurd zijn. Hij had, voor zover wij weten, twee vriendinnen gehad. En van één vriendin had hij er dus een afscheidsbrief bij. De indruk die ik ervan gekregen heb, dat is dat hij gewoon een zeer zelfstandige, reislustige, ambitieuze jongeman was. En die wat van zijn leven wilde maken en die wat van de wereld wilde zien. Aan boord van de Titanic zit nog een Nederlander die iets van de wereld wil zien. Een bemanningslid van wie zo goed als niets bekend is. Behalve zijn naam, Wessel van der Brugge. En zijn beroep. Wessel van der Brugge is stoker. Hij is dus een van die mensen die diep beneden in het ruim van dat schip kolen gooit in die gigantische ketels. Die dat schip dus aan de gang moet houden. En dan is de vraag natuurlijk, als je zo diep in zo'n schip zit, was hij dan een van de eerste die geconfronteerd werd met de ramp? De Titanic verlaat Queenstown in Ierland, de laatste tussenstop. En op dat ogenblik komen al de eerste berichten binnen dat er heel veel ijs op de route is. Hoe komt dat? Het is een zeer zachte winter geweest. Er is heel veel Noordpoolijs losgeraakt. Dat zwalpt overal rond en vormt een gevaar voor de scheepvaart. George Reuchlin stuurt op zondagavond, 14 april, dus dat is enkele uren voor de aanvaring met die ijsberg, om 6:15, zijn laatste telegram naar zijn vrouw. Waarin hij zegt, we gaan vlotjes vooruit, lieve groeten. En dat is het allerlaatste wat we hebben gehoord of gezien van George Reuchlin. What Titanic encountered wasn't an ice field, it was a rogue iceberg. It was an iceberg that had broken away from the pack. So it was a free-floating iceberg. So the evidence of the danger to come, hitting small bits of ice, nothing. Suddenly the Titanic is confronted with an enormous iceberg of huge proportions, its mass much larger, of course, below the water. No indication that there was any evidence in the vicinity that an iceberg like that was around. De ijsbergen worden eerst gezien door de mannen in het kraaiennest, lekker ouderwets, die zaten daar te bevriezen boven in die mast. Zien die ijsberg, slaan alarm, dat alarm komt aan op de brug en daar neemt eerst de stuurman Murdoch een fatale beslissing. Ze hebben ze besloten op de brug om hard bakboord te gaan.
En toen is het schip geraakt aan de stuurboordzij. And in those few seconds, Titanic's fate was sealed. She was too close. Her head could not turn quickly enough to avoid the iceberg. And she grazed the iceberg below the waterline, opening up, in effect, 5 of her forward watertight compartments. Ja, achteraf, dan had je kunnen zeggen, waarschijnlijk was er minder schade geweest als ze er rechtop toe af waren gevaren. Dan had je natuurlijk aan de voorkant schade gehad, maar niet aan de zijkant. Maar het veel gevaarlijker is natuurlijk dat je hem helemaal open rijdt. The order is given by the captain that it's women and children first. And it's the standard rule of the sea, women and children always go first. And this was implemented on one side of the boat deck as women and children first, but on another side of the boat deck as women and children only. And this led to a situation arising where a boat that was only partially filled with women and children, and there were no more women and children to fill it, left the ship's side despite male passengers standing ready to board the lifeboat. And that has led to, effectively, 700 extra lives being lost. And as Titanic's bow plummeted towards the seabed, her stern rose up ever higher, almost perpendicular, some of the passengers remarked. And terrible decisions and choices had to be made. It was a choice to remain with the vessel or to jump into the sea. And as Titanic paused momentarily, almost vertically, the lights failed and she rapidly descended to the seabed. And many passengers jumped off into freezing water. Many of them were killed on impact with the water. Most froze to death, very few drowned because the water was so cold. You stood a chance of maybe 3 or 4 minutes survival in the water. And even if you could have reached a lifeboat, it was probably unlikely you would survive with frozen clothes. Those people in the lifeboats, most of the ones that were being controlled by crew, decided to row away as quickly as possible. They were frightened about suction. En de redding komt 2 uur later, in de vorm van een cruiseschip van de concurrent dan nog, van de Cunard Line, de Carpathia. De Carpathia pikt 2 uur na het zinken van de Titanic de eerste overlevenden uit die reddingssloepen op. De Carpathia zal uiteindelijk ruim 700 mensen aan boord nemen. Van George Reukeling was voorpagina nieuws in Nederland. Op het ogenblik dat de Nederlandse kranten bol staan van het nieuws over Reukeling, heeft men bij de familie Bolhuis en Van der Brugge nog geen flauw idee dat die mensen zelfs aan boord waren van de Titanic. Het is pas op 22 juli, hou je vast, 22 juli 1912, dat eerst de familie Bolhuis op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van Henny, van de kok. En nog een maand later komt pas de familie Van der Brugge te weten dat Wessel aan boord was van de Titanic en ook dat niet heeft overleefd. The percentages of survival depend upon your class and your luck. The worst statistics, of course, are for third class male passengers. But also dramatically, a very large number of third-class children died. And of course, it tracks back to where those lifeboats were positioned on the vessel. And they were positioned in the first and second class areas. And there were no lifeboat provisions at all for third-class passengers.